We zijn vandaag midden in het Groene Hart, in het plaatsje Ter Aar. Net aan 9000 inwoners in Zuid-Holland. En bekend van onder meer de geboortegrond van Jan van der Marel, de triatleet, wie kent hem niet. En de geboortegrond van Mariska Bauer, de vrouw van Frans. Maar in de regio Rotterdam vooral bekend als de woonplaats van onze Jens Toornstra. Net nog in het centrum van Ter Aar, maar nu dus bij het huis van Jens Toornstra in de Nieuwbouwwijk. Dit huis heeft hij onlangs laten bouwen. Laten we even hopen dat hij thuis is ook. Jens, dit is de waakhond. Goedemiddag, welkom. Dankjewel. Wat horen we hier, Jens? Nou, dit is ons huisdier. Huisdiertje. Is die gevaarlijk? Als je geen schoenen aan hebt, dan moet je uitkijken hoor. Hey Jens, je woont hier net hè? Ja, halfjaartje nu. Halfjaartje? Ja. Je hebt het helemaal zelf van de grond af aan op laten bouwen, toch? Ja, dat klopt. Ja. Prefab eigenlijk ook. Dus dat betekent eigenlijk dat die wanden in de fabriek wel worden gemaakt. Dus die zetten ze binnen een week omhoog, zeg maar. De indeling en interieur is vooral aan mijn vriendin te danken, hoor. Ja? Die heeft er wel kijk op. En ik vind dat het super mooi is geworden. Dus heel blij mee. Ja, ziet er heel goed uit. Ik kijk al hier even om de hoek. Ja. Het jongste gezinslid, je dochter, die heeft meteen al een hele zee aan ruimte gekregen hier. Ja, de kleinste meid heeft de meeste ruimte inderdaad. Ja. Dus dit is eigenlijk een beetje een rommelkamertje voor haar geworden. Ja, je ziet het al, er staat heel veel speelgoed en ze vermaakt zich altijd wel hier. We kunnen even naar buiten lopen. Ja. Of we binnen blijven. Nee. Ja. Hier is de tuin, inderdaad. Ja, want dit is ook wel een beetje de reden hier, dit prachtige uitzicht rondom eigenlijk. Ja. Waarom je hier graag woont, hè? Ja, dit is wel lekker relaxed. Ik word hier wel rustig van. Ja, dus ja. Ik ben er hartstikke blij mee. Je hebt mooi uitzicht en nu schijnt de zon ook nog, dus dat is top. Ja, dat is heerlijk weer. Je kan rondomheen kijken, alles. De grote steden zitten ook wel redelijk in de buurt, hè? Ja, we zitten eigenlijk midden in de Randstad. Rotterdam, Amsterdam, Utrecht, Den Haag is allemaal binnen een half uurtje beden. Dus, dat merken de kijkers thuis natuurlijk niet, maar je ruikt ook hier dat je lekker landelijk bent. Dat is ook wel iets moois, hè? Je ruikt de mest, bedoel je? Ja. Ik heb dat beest er ook nog even met een noodgang achteraan. Hey Jens, Ter Aar dus. Wat is dat voor plek om te wonen? Ja, rustig dorpje. Ons kent ons eigenlijk. Iedereen kent elkaar. Ja, kan rustig over straat lopen. Ja, en, is dat echt zo? Want ik bedoel, je bent wel de meest bekende inwoner van Ter Aar. Een plekje met nog geen 10.000 inwoners. Kijk, iedereen kent mij wel. Maar het is niet zoals bijvoorbeeld in Rotterdam dat je ook wordt aangesproken. Want iedereen kent mij. En natuurlijk word je af en toe... Er wordt er wel een gesprek met je aangeknoopt, maar over het algemeen is het wel vrij rustig. Maar jij zit hier met je vriendin, met je dochter, met je hond. ze heeft het nooit aan je geknaagd. Ik heb wel eens gelezen dat je vriendin niet zo'n enorm dorpsmens is, dat het van haar wel wat stadser mag allemaal. Ja. Toch ben je hier beland. Ja, dat klopt. Daarin heb ik misschien mijn zin doorgedramd. Maar, ja, en zij weer met die hond natuurlijk. Ja, precies. dat heft elkaar een beetje op. Nee, ja, zij is meer stadse aangelegd dan ik. Ik zei net dat we hier midden in de Randstad zitten. Dat is ook zo. Maar ja, je moet toch de auto in om een half uur te rijden. En ja, als je in de stad woont, ben je natuurlijk zo ben je in de winkelstraat. Maar het komt nu heel erg over alsof ik heel verknocht ben aan Ter Aar. Ja, ben ik ook wel, maar ik zou het zelf ook niet heel erg vinden om in de stad te wonen. In Rotterdam is het woord koolsingel ongeveer het meest uitgesproken woord de laatste dagen, weken. Je hebt wel eens gezegd, ik ervaar dat helemaal niet zo hier in Ter Aar. Heb ik dat nog nooit gehoord? Nou, nooit is misschien wat overdreven, ja. Maar... het valt op zich wel mee. Kijk, begint nu natuurlijk te broeien en we komen steeds dichterbij. Dus je merkt ook wel dat de mensen daar wel mee bezig zijn. Maar ja, ik moet zeggen dat ik er eigenlijk weinig over wordt aangesproken. Is dat fijn? Ja. Ja, je hoort het overal. Dus als je het af en toe niet hoort, is ook wel eens fijn. Maar goed, het hoort erbij. Dat is de druk die bij een club als Feyenoord hoort. En
dat maakt het juist alleen maar mooi om voor zo'n club te spelen, denk ik. Ja, en het gaat met jou zelf ook heel goed. Wat maakt het dat je zo goed in je vel zit? Ja, lastig. Heeft dat ook misschien iets te maken met gewoon hier een fijne, stabiele basis met het mooie nieuwe huis? Ja, ik kan hier wel tot rust komen. Dat is denk ik wel belangrijk, dat je weinig aan je hoofd hebt. Maar ja, het zou ook toeval kunnen zijn, ik weet het niet. Ja, het team draait goed, ja. Dus dan is het ook makkelijk om daarin mee te gaan. En ja, de ballen vliegen er ook gewoon in. Ja, dat moet je ook wel eens hebben. Van alle hoeken en gaten ongeveer. Ja, inderdaad. Dus ja, waar ze misschien vorig jaar over zouden gaan, gaan ze er nu in. En ja, dat is wel lekker om in zo'n flow te zitten, dat zeker. Je laat zien dat je op bijna elke positie uit de voeten kan. Dat is wel iets heel bijzonders aan jou natuurlijk. Dat je ongeveer op elke positie behalve op goal hebt gestaan dit seizoen. Ja, ik heb volgens mij alle posities op middenveld ingevuld en voorin. En dat zijn veel posities eigenlijk, ja, als ik er zo over nadenk. En overal kan ik wel mijn ding doen. Ik probeer altijd wel vanuit mijn taak te spelen. En in ieder geval voor het team mijn best te doen. En, ja, vanuit daaruit goed te gaan voetballen. En ja, dit jaar gaat het goed. Is dit je beste jaar? Ik denk alles meegenomen wel. Met de Europa League erbij. En goede wedstrijden gespeeld met het team. En ja, hoe we er ook nu voor staan. Ik denk dat het al met al wel tot nu toe een topseizoen is. Ja. Die wedstrijd tegen Ajax, die komt er dus aan. Dat is een knaller van je welsen natuurlijk. Voel je dat ook ergens wel zo? Ja, het kan een cruciale wedstrijd worden. Ik denk dat wij gewoon moeten zorgen dat we in ieder geval niet verliezen. En dan denk ik dat we er prima voor staan. Maar wel leuk om zo'n wedstrijd te spelen. Moet goed komen. We gaan het zien. Is goed.